hele goede morgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe FitEdX video. Vandaag heb ik een What to Eat in the Day voor je. En ik ga je weer alles laten zien wat ik eet. Ik wist dat ik vandaag weer wat leuke dingen op de planning had. In ieder geval wat nieuwe dingen, dingen die ik vaak niet eet, zeg maar. Dus ik dacht, laat ik het vandaag gaan vastleggen, want dan kunnen jullie weer nieuwe inspiratie opdoen. Dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. En ik heb dus vanochtend al ontbeten. Het was een lekker tijgerbol met avocado. En ik heb al heel lang geen tijgerbol meer gehad. Dacht ik. In ieder geval niet zo'n verse. Maar mijn vriend had die voor zichzelf gekocht. En ik had er ook gewoon even eentje genomen. Maar gisteren waren ze dus net gekocht. En waren ze heel vers en super knapperig. En hij vond het zeg maar iets te knapperig. Dus ik had echt zoiets van, dan eet ik ze wel op. Dus vandaar. Want normaal gesproken kies ik liever voor een meer volkoren optie. Dat zien jullie vaak wel natuurlijk in die triangels. En die andere donkere bolletjes die ik dan eet. Dus hoe meer vezels, hoe beter. Ik eet die vandaag op. In ieder geval, die heb ik vanochtend voor ontbijt gegeten. Er ligt er nog één, maar ik weet niet of ik die vandaag ook ga eten. Ik moet eventjes kijken. Die heb ik dus gehad met avocado en zwarte sesamzaadjes en zout. Zwarte peper en kajunkruiden. Dat is altijd een beetje mijn go-to kruiden, zeg maar, die ik altijd neem. Het is de hoogste tijd voor een lekkere snack, want het is bijna 10:30, 9:45 om precies te zijn. En daar heb ik vaak wel wat meer trek, vooral als ik dus geen havermout heb gegeten, want dat vult dan altijd heel erg met zo'n bolletje en dan heb ik zo alweer trek. Maar guess what hieronder zit? Je gaat het niet geloven, maar ik lust weer een nieuw soort fruit. I'm going to reveal it now. Dus laat me ook vooral weten als je nieuwe suggesties hebt voor fruit wat ik moet proberen. Ananas, appel en banaan staan nu op mijn lijstje. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie suggesties van wat de volgende fruitsoort moet zijn. Dus laat me dat vooral ook even weten en ga ik lekker dit bakje leeg eten. Ja, het voelt echt goed om fruit zoals dit te lusten en dat ik dat nu eet. Want het voegt gewoon zoveel extra puurheid zeg maar toe aan het leven wat ik al heb en de leefstijl die ik leef. Maar als je steeds snackt met noten en repen en weet je het allemaal, dat op een gegeven moment denk je ook het is wel lekker en het is te doen, weet je. Maar je wil ook gewoon je vitamine en die mineralen en zo goed binnenkrijgen. En ik heb natuurlijk die freshe sapjes die ik dan af en toe drink als een soort aanvulling. Maar weet je, gewoon een stuk fruit eten of gewoon zo uit zo'n bakje dat eten. Het voegt er gewoon wel weer wat extra's toe. Daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Want het is gewoon goed voor je. Ja, en laatst zei iemand ook van wat een enthousiasme om fruit. Dat je fruit lust. Weet je, als je al die jaren gewoon zo'n weerstand hebt gehad tegen fruit. En nu ineens gewoon begint te eten. En het gewoon ook lust. En er ook van kan genieten. Dan is dat toch gewoon een mega doorbraak. Ja, ik word daar zelf heel enthousiast van. Dus ik hoop jullie ook. Dat geeft natuurlijk gewoon veel meer nieuwheid. En veel meer diversiteit ook aan mijn vlogs. Want ik kan nu ook gewoon zeggen. Ja, ik eet nu een bakje ananas. Oh, ik pak nu even een banaan. Ah, ik maak dit met appel. Dus vind ik gewoon, voelt gewoon meer compleet. En ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn. Net zo blij zijn voor mij als hoe blij ik ben. Dus laat me vooral weten als je suggesties hebt. En dan ga ik lekker mijn ananas eten. Oké, het is nu bijna lunchtijd. En ik heb nog deze vitamine booster van de Albert Heijn. Dit is Green Genius. En hier zitten dus kikkererwten in en broccoli volgens mij ook, sojaboontjes, echt van alles wat. Met gember, citroen en kurkuma dressing. Dus die ga ik eventjes door elkaar mixen en dan eten. En het is natuurlijk best wel een kleine lunch, dus je hebt kans dat ik hierna nog wel wat eet of straks. Maar ik heb net die ananas gehad, dus dat vult ook redelijk. Dus ik ben benieuwd. Ik heb mijn salade al eventjes op. Dat was echt rond 12 uur of zo, denk ik. Iets over 12. Ik zou hem, het is niet voor herhaling vatbaar. Ik zou hem denk ik niet weer halen. Maar was op zich wel oké, wel te doen. En ik heb dus nog die andere tijgerbol die ook nog op moet. Want we hadden er nog twee. En ik denk dat die morgen niet heel lekker meer gaat zijn. Dus die ga ik nu eventjes klaarmaken. En dat wordt even een soort snack
tussentijdse maaltijd van nu tot het avondeten. En voor het avondeten trouwens gaan we een heerlijke nasi eten. In ieder geval een nasi pakket van Albert Heijn. Ja, spreekt echt heel erg voor zich. Ik zal je zelfs wel de verpakking laten zien. Dus als je hem ook wil proberen, dan, ja, dan kan dat. Maar dat is in ieder geval heel erg lekker. Met van alles en nog wat erin. Rijst, groenten. Volgens mij zit er ook satésaus bij. Maar ja, heel erg lekker om, om dat straks te eten. Dat is een fijn vooruitzicht. Maar nu eerst eventjes dat bolletje. Nou, zoals je wel kunt zien ben ik gewoon gegaan voor wat hummus. En ik heb daar wat zwarte peper nog op gedaan en zwarte sesamzaadjes. Lekker basic, maar ja, wel gewoon prima. Ik had niet echt heel veel trek, maar dat bolletje moet gewoon op. En anders is het gewoon zonde om weg te gooien. Dus ik dacht, ik eet het op deze manier. Gewoon met een lichte spread erop. Het is bijna tijd om avondeten te gaan eten. En zoals je net ook kon zien, gaan we dat nasi pakket eten van Albert Heijn. Nasi vers pakket. Moet je ook echt eens een keer proberen, want het is gewoon hele lekkere, ja, smaakvolle nasi. Dus als je hem nog nooit hebt gehad, misschien voor de volgende keer op je boodschappenlijstje. Dit is hoe het eruit ziet. Echt heel erg lekker. Lekker met kip, groenten, rijst. Echt super lekker. Dus als je een keer in de gelegenheid bent, zou ik het ook zeker een keertje maken. Natuurlijk ook heel lekker met wat gebakken uitjes. Die zitten er trouwens ook bij. Maar wij hebben ook altijd gewoon los zo'n bakje. Dus dat is echt, echt lekker, lekker crunchy. Kijk hoe lekker. Satésaus erbij. Gebakken uitjes. Heerlijk. Het enige wat ik nog heb gehad was een heerlijk kopje slaapthee. Jullie zijn dat voor mij gewend. Die neem ik iedere avond. Lekker een kopje voor het slapen gaan. Om eventjes lekker te relaxen. En dat was het. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Als je dat vond, geef even een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben. En dan zie ik je graag weer terug in een nieuwe Fit Addict video. Doei doei!